compleet nieuw team, zonder hoofdsponsor. Dus de verwachtingen waren dus nul. Ja, hoe zag jij dat? Ja, kijk, als je naar Groningen basketbal gaat kijken, dan zitten er altijd een hoop mensen. Je komt echt in een theater. Ik vind het altijd fantastisch om daar te coachen. Ja. In het verleden. Ik vond het zelfs fantastisch om wedstrijden daar te filmen. Dus ik snap al die negativiteit niet zo rond die club. Ik begrijp, je bent landskampioen geworden. Nou, dan wil je weer een stap verder zetten. Ja, feit is, sponsor is afgehaakt. Die is gestopt. Ik denk, wat ook meespeelt, is dat er veel... Dat er bij Groningen heb ik altijd het idee dat er heel veel feeling is tussen de fans en de spelers. En ja, het hele gebeuren. En er zijn natuurlijk een heleboel spelers die zijn weg. En bijvoorbeeld Arvid Slachter is weg naar de concurrent, ja. Bos. Doris So is weg. En Jesse Voorn ook Jesse weg natuurlijk. Jesse Voorn is weg. Die zou naar Europa ingaan. Ja. Zit volgens mij nog steeds in Amsterdam. Hij heeft geen club momenteel. Is wel bezig, begreep ik. Ja, dus maar goed. Dus die mensen moeten misschien ook wel weer een beetje de nieuwe ploeg leren kennen. En een beetje de lievelingetjes daar. En ik denk dat het dan wel weer terugkomt. Zeker als de resultaten zo blijven zoals ze afgelopen week hebben gespeeld. Nou ja, nog geen hoofdsponsor is toch opmerkelijk. Weet je, als je landskampioen bent, je wint de beker. Weet je, hebt eigenlijk met Leiden en Den Bosch misschien het meeste publiek in het meeste publiek in alle zaalsporten volgens mij in Groningen. Nou, het is altijd leuk, hè, om daar te coachen of om überhaupt te zijn. Weet je, waarom is dat dan zo? Weet je, de stemming om die wedstrijd was ook best wel negatief. Hè? Ik bedoel, 250 kaarten in de voorverkoop. Nou, dan zitten er duizenden, voor mij allemaal nog aan één kant, want één kant van de zaal was helemaal leeg, viel me op bij die samenvatting op tv. Dat is jammer, toch? Ik bedoel, Ja, zeker jammer. Maar goed, dat is ook iets waar we natuurlijk overal in Nederland mee te maken hebben. Dat basketbal is een fantastische sport, maar krijgt toch niet de aandacht die het verdient. Ja, vinden wij als basketballiefhebbers natuurlijk. Ja. Dus nee, goed, en de enige manier waar we daarvoor kunnen zorgen is om allemaal wel te gaan. Maar heeft het ook mee te maken dat dan de hele basis van vorig jaar, alle Amerikanen plus Arvin gaan dan helemaal weg. Ze komen allemaal nieuwe onbekenden. Nou, er was eindelijk wat Nederlandse spelers bij Groningen afgelopen zaterdag. Dat was sowieso leuk om te zien dat er veel Nederlanders op het veld stonden. Want wat viel je op qua Nederlanders? Speelde goed. Speelde gewoon goed basketbal. Dus de vraag is, zijn al die buitenlanders nodig? Ja. Zeker als je geen Europa Cup gaat spelen. Dan kan je misschien met deze groep... Nou ja, Bouwknecht speelde gewoon 34 minuten. Dat deed gewoon hartstikke goed. Hij speelde erg goed ook. Ja. Maar ja, het is een jonge jongen. Die zal misschien op dit moment goed niveau hebben. Maar houdt hij het hele seizoen vol. Nou ja, er komt natuurlijk nu een nieuwe guard bij. Hè? Van Ares, Lens, Dieter. Logische aankoop. Ja, maar betekent dat hij toch weer meteen ver naar achter gaat waarschijnlijk. Van 34 minuten naar... of zo, terwijl het toch wel een beetje een speler is waar het Groningse publiek wel echt voor komt, denk ik. Ja, maar dat is altijd de afweging die je maakt. Wil je prestatie hebben met buitenlandse spelers? Of wil je een beetje charme en warmte hebben met Nederlandse spelers? Maar is het dan wat Groningen nu nodig heeft om nu een guard te halen? Ik denk het wel. Ik denk dat... Ik vind Maarten Bouwknecht heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. Misschien wel de beste wedstrijd van zijn leven. Ja. Maar het is een momentopname. Het is een jongen die elk jaar wel wat beter wordt. Maar nog niet toe is aan dit grote werk. Kijk, jeugd laten doorstromen, dat is heel idealistisch. En dat willen we allemaal. En we willen zoveel mogelijk Nederlanders. Maar om een bepaald niveau te halen, heeft jeugd gewoon tijd nodig. Dus dat is niet een seizoen hard trainen en je staat in het eerste. Dat is een proces van 2, 3 seizoenen. Investeren, elke dag hard werken, je niveau omhoog krikken. Spelen tegen betere spelers op trainen. En dan breek je een keer door. En dan zijn die momenten meestal als de sponsor wat minder wordt. Ja. En 1 of 2 buitenlanders minder. Ja, dan krijgen Nederlanders de kans om wat meer minuten te maken en door te breken. Ja, dat is een proces. Wat ook in Groningen gewoon tijd nodig heeft. En je kan heel veel druk op een jonge Nederlandse speler gaan leggen die daar vanuit Groningen komt. Of je kan hem gewoon de tijd geven en het geduld met hem hebben om hem langzaamaan beter te laten worden. Ja. Nou ja, die Dieter is absoluut een goede speler van Leeuwarden destijds. Dat is echt wel een van de betere spelers, vond ik, van Leeuwarden destijds. Maar als je nu naar Groningen kijkt,
Ik zei het voordat we begonnen, van ze hebben veel spelers van zeg 1,90 en dan gaan ze eigenlijk naar Bekkering 2,03 meter. Maar echt een goede 3-4 qua lengte hebben ze helemaal niet. Komen ze die dan niet tekort in de wedstrijden tegen een Arve Slachter of een Akerboom of een Wessels of misschien een Mo die op de 3 speelt bij Leiden? Is dat dan, kan je dan niet betere 4 centen in je zak houden en kijken hoe het seizoen zich ontwikkelt? Goed, het is altijd een afweging die je moet maken. En zeker nou goed, met deze Amerikaan is bekend. Maar het is ook vaak gewoon toch nog de vraag van wat gaan ze daadwerkelijk presteren. Ja. En het ligt ook aan je speelstijl en wat je zelf wil. Ik denk dat je altijd moet kijken naar wat de tegenstander heeft en daar je inkoop op baseren. Ik zou vanuit je eigen kracht gaan spelen en heb jij een goede point guard? Ja, dan hebben we een goede point guard en dan gaan we die gebruiken. Ja, maar goed, het houdt in dat als je Cunningham hebt die veel speelde en je hebt Wright die veel speelt, en die Dieter zal ook veel spelen. Ja. Weet je, nou stel dat je wel tegen Leiden speelt met een Mo, wie gaat dat dan verdedigen? Begrijp je wat ik bedoel? Dus je zal toch met je matchup zo op een gegeven moment misschien wel in de knoop komen, of zie ik het verkeerd? Dat is andersom natuurlijk ook zo dan, toch? Nou, dat is ook een beetje aan Leiden, want als je met Mo op de 3 speelt, dan wil je hem gaan posten. En dan wil je hem laag de bal laten Dat deden ze ook krijgen. In het begin, toch? Dat deden ze in het begin, maar de tweede helft hebben ze niet meer gedaan. Nee. Ik vond Mo deze wedstrijd heel goed spelen, omdat hij ging drijven. Ja. Heel veel naast zijn rechterhand. Hij werd op een gegeven moment ook in de time-out duidelijk door coach Schelin aangegeven van hij gaat alleen maar rechts. Maar hij nam hem wel echt naar de basket toe. Dus ja, dat is altijd het schaakspel dat je hebt. Je kan met een kleinere speler tegen een grotere speler fysiek wegkomen. Zeker met team defense. Dat gebeurde ook deze wedstrijd. Maar ik denk dat het ook wel heel veel met het budget van Groningen te maken heeft. Is dat je gewoon, kijk, een 3-4, een goede 3-4. Ja, dat kost geld. Ja, dat is gewoon een flinke investering in je budget. Ga je Europees spelen, is het de moeite waard. Nou, Leiden heeft al jaren geleden slim aangekocht met Mohamed Karasi te halen en hem voor dit jaar weer vast te leggen. Ja, want dat is gewoon een jongen die kan op beide posities, kan die uit de voeten. En voor Groningen is dat moeilijk om zo'n speler te vinden. En een Amerikaanse speler, die zal eerder in het buitenland gaan spelen. Maar ook een Europese speler is ook heel erg duur om op die positie binnen te halen. Hey, als we nu kijken naar Leiden, ze probeerden in de oefenwedstrijden best wel snel basketbal te gaan spelen. Dat is natuurlijk een roep geweest vanuit het bestuur van Leiden dat ze ander attractief basketbal wilden in plaats van het basketbal wat Tona vorig jaar speelde, dat natuurlijk wel heel succesvol was. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Wat denk je dat de komende jaren gaat gebeuren? De komende jaren? Komend jaar, sorry. Ja, ze hebben natuurlijk die Nederlandse spelers voor meerdere jaren vastgelegd. Mm-hmm. Hè, willen jeugd veel meer de kans geven. Nou, ik denk dat dat een uitstekend streven is. En ja, het zou mooi zijn als je zo'n idee of idealisme misschien kan combineren met wat successen. Ik heb van Leiden ook eigenlijk nog heel weinig gezien. Maar ja, snel basketbal is attractief. Dat spreekt mensen aan. Dat is leuk. Of het ook winnend basketbal is, ja, dat is een tweede. Ja. Ze hebben goede spelers, vind ik. Goede Nederlandse spelers. Als je die langer kan vasthouden, dan zijn de successen er misschien niet dit jaar, maar dan misschien wel in jaar 2 of jaar 3. Ja, volgens mij Wurdy 3 jaar, Mo 2 jaar, Rogier volgens mij 2 jaar. Kasper volgens mij ook 2 jaar. Weet je, dus dat zijn de jonge Nederlandse spelers voor meerdere jaren vastgelegd. Ja. Kasteel volgens mij ook voor minimaal 2 jaar. En je zag het, hè, een paar keer in die wedstrijd uit de scoren meteen een lange paas naar de andere kant. Dus ze proberen wel iets anders te spelen dan vorig jaar. Ja, maar ik ben het wel met Marloes eens. Het is de eeuwige discussie. Snel spelen of hard verdedigen. Je zag dat in deze wedstrijd de stops niet gemaakt werden, de tweede helft. Dat deed Groningen beter dan Leiden. Ik vond Groningen beter verdedigen dan Leiden. Is ook logisch, speelt langer bij elkaar, afspraken zijn duidelijker. Dus dat is de eeuwige discussie. Maar ja, laten we niet vergeten dat Leiden wel een topcoach heeft. Buitenlandse topcoach, internationale topcoach, die heel precies te werk gaat, heel erg aan het bouwen is. Dat kan in de aanval zal dat misschien nog niet nu al zijn vruchten afwerpen, maar dat is een kwestie van tijd. Ja, verdedigend, wat doe je eerst? Sommige coaches doen eerst de verdediging, dan de aanval. Nou ja, hij heeft heel veel tijd en aandacht aan de aanval besteed, hè, de eerste weken. Andere coaches doen heel veel aanval en gaan gaandeweg het seizoen beter verdedigen. Ja, het was wel leuk om te horen, want Toon
Die praten natuurlijk altijd van, we laten de tegenstander niet boven de 70 komen. Dan heb ik Scaly nog nooit horen zeggen. En nu zit ik die wedstrijd te kijken. En het eerste wat hij zegt, het eind van de wedstrijd is van, ja, we proberen onze tegenstander onder de 70 te houden. Dus hij gaat daar toch een omslag in maken op de een of andere manier. Maar misschien ook te maken met het materiaal dat je hebt. Ja, tuurlijk. Weet je, maar dat team van vorig jaar, dat scoorde zo uitzonderlijk. Ja. Dat je niet veel defense nodig hebt. En dit jaar wordt het denk ik moeilijker. Dat je wat minder scorend vermogen hebt. Dus zou je je tactiek toch enigszins moeten aanpassen. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd hoe dat bij Leiden zich gaat ontwikkelen. Je hebt natuurlijk scorend vermogen best wel veel volgens mij. Ja, denk ik ook wel. Ja, weet je, dus, ja, die Amerikanen, dus nog een nieuwe. Ja, Joe Willman. Ook voor een redelijk goede college gespeeld, Bucknell. Ik verwacht daar eigenlijk ook wel wat van. Samen met die Will Felder. Denk ik dat die kunnen scoren. Rogier Jansen kan natuurlijk scoren. Zodra die... ligt ook een beetje aan de rol zeg maar, die hij gaat krijgen in het team. Als hij echt als scorer of echt meer leidinggevend basis geven. Hij speelde heel gecontroleerd deze wedstrijd. Weet je wel, was echt niet op zoek naar zijn eigen schoten. Kreeg een paar open schoten. Na het eind van de wedstrijd een paar. Tweede helft, gooide die daar ook in. Kijk, Leiden heeft tijd nodig. Weet je, Jeroen was niet fit. Hij was gewoon niet fit. Je ziet gewoon dat hij nog niet daar is. Aantal jongens toch een beetje zomer, aantal jongens terugkomen van blessure, rolverdeling, nieuwe Amerikaan in potentie zie je dat die jongen wel wat kan, maar het kwam er absoluut nog niet uit, zeker niet in het fysieke spel van Groningen. Cormier bedoel je? Ja. Het heb gewoon tijd nodig. Het is leuk spelen volgens mij hoor, is ook echt wel snel. Ik denk het wel, alleen deze wedstrijd, het was groot, het was dicht in de bucket bij Groningen, het was fysiek en zo'n jongen zal nog moeten wennen. Ja.